In vele gemeenten kon men deze dagen de jeugd weer met kerstbomen zien sjouwen. Die bomen hadden hun dienst gedaan en dan is er voor hen nog maar één bestemming. De jeugd heeft er altijd een handje van gehad de bomen in brand te steken. Sinds enkele jaren gebeurt deze baldadigheid nu goed georganiseerd en onder leiding van de overheid. In Den Haag waren vrachtwagens nodig om de vele tientallen bomen naar de verbrandingsplaats te brengen, een plein midden in de stad. 'S Avonds kwamen duizenden naar het fikkie kijken. De Hagenaars, jong en oud, haalden hun hart op aan de enorme vuurzee die zich ontwikkelde en waaraan geen brandweer te pas kwam, tenminste niet actief. Deze officieel toegestane brandstichterij werd door vele autoriteiten bijgewoond, onder meer door de Haagse commissaris van politie. En dat gaf aan het geheel een nog vertrouwder cachet. In ieder geval behoeden deze officiële brandjes vele gemeenten voor de veel gevaarlijker straatvuurtjes die vroeger voorkwamen en die veel schade berokkenden.